Gauthier, we zitten hier op 13 januari. Je bent weg bij de Groenen. Hoe is het daar gegaan eigenlijk het afgelopen jaar? De nieuwe oplagecijfers zijn ook vrijdag weer gepubliceerd. Weer 12% groei, geloof ik. Dus we zijn van 10.000 naar 19.000 betaalde oplagen gegaan. Nog iets meer eigenlijk. Dus het is goed. Het gaat veel goed met de Groenen. Ja, veel digitale opnamen en zo. Hoe is het met advertenties? Advertenties zijn op niveau gebleven. Ietsje gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is natuurlijk relatief heel goed ten opzichte van de markt. Hoe lang heb je er gezeten? 4,5 jaar. En wat is er in die tijd veranderd? Eigenlijk alles. Er is een hele mooie documentaire gemaakt over de Groene, hoe het was in het oude pand. Als je dat vergelijkt met nu, is het een heel ander bedrijf. Met een nieuw pand om te beginnen, met een grote oplage, met een groeiende oplage. Met denk ik een. Weet je, we hebben de timiditeit van ons afgeworpen, redactioneel en zakelijk. En dat betekent dat we nu een hele belangrijke rol spelen in het maatschappelijk debat. Dat hebben we ook te doen, dat was ook de opdracht. Dus ik vind, het is een totaal ander bedrijf geworden. Ja. Het is een beetje... Je hebt nog twee andere zaken helpen oprichten, wat zijn dat? Nog wel meer denk ik, maar de correspondent was ik nou bij betrokken natuurlijk bij de oprichting vanaf het begin. ik heb Publix opgericht, het klokluidersplatform. We hebben de gids overgenomen in de tussentijd. Ik heb Propiacurus geholpen. We hebben de masterclass in de onderzoeksredactie hebben gestart. Heel leuk, een onderzoeksproject. Dus daar heb ik allerlei dingetjes gedaan. Hoe kijk je er zelf op terug? Ja, fantastische tijd. Geweldig. Ontzettend leuk. En weet je, wat ik ook altijd spannend vind is om ergens te komen, dan goed na te denken, te kijken wat er aan de hand is. En dan te kijken of je kunt analyseren waar de toekomst zit. En een van mijn dingen was toen dat ik zei, we hebben hier geen kostenproblemen, we hebben een omzetprobleem. Er zijn veel mensen die de Groene moeten lezen, maar die weten het niet. Die moeten we gaan halen. En dan is het leuk om te zien na 4,5 jaar dat dat ook heeft gewerkt. Dat het waar was wat we toen bedachten. Nou ben je over het algemeen overal wel gewaardeerd. Hè? Dus het is echt niet dat mensen gewoon... Ze hebben echt gewoon gezegd, de oplage gaat omhoog, digitaal is goed. De balans en de verlies-winstrekening is zeg maar in orde. Waar is het misgegaan? Nou, ik denk uiteindelijk... Het voorval was natuurlijk... Ik heb besloten als statutair directeur van de vennootschap om te helpen bij het tot publicatie brengen van een boek. Je hebt tijdelijk wat geld voorgeschoten. Ja, aan een andere uitgeverij die een boek ging uitgeven. Ik vond dat wij dat moesten doen. Ik vond dat onze rol. Was er in ruil voor? Eigenlijk niet in ruil voor iets concreets. Een van mijn gedachten was dat wij tactisch, strategisch dan toegang zouden hebben tot dat domein, tot dat onderwerp, wat ik interessant vond. En wat interessant zou blijken te worden ook later nog. Maar ik heb niet een concrete afspraak gemaakt van dit en dat. Ik vond dat we moesten helpen. En dat vond ik de aard en de geest in de opdracht van de Groene Amsterdammer. Dat was 1,5 jaar geleden. Het was een klein bedrag. En dat is toen ook vrij snel daarna terug betaald. Ja, het is voorjaar 2012. Dus 1,5 jaar geleden. Ging om 17.000 euro. En dat was eigenlijk binnen 3 maanden weer terug. Dus niet zoveel aan de hand. En dat mocht ik ook gewoon doen. Dat is ook niet de discussie. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er een discussie was tussen mij en het bestuur over twee dingen. Wat is nou feitelijk de rol en de opdracht van de organisatie? En daarmee ook van de statutair directeur. Ik vond en vind dat ook een uitgever een bepaalde rol in het publieke debat heeft. Nou, zij vonden dat minder. Wat ik heel erg respecteer hoor. Dat is prima. Ik respecteer ieders mening. Maar er zat wel een verschil van inzicht. Het was zeer duidelijk aanwezig, zeg maar. Hè? Dus ook de 100 meest... 100 vond ik belangrijk. Om 100 denkers bij elkaar te brengen vind ik belangrijk. En ik vind dat ook de opdracht. Ik ben geen kruidenier. Ik ben een uitgever van de Groene. En het is in de opdracht van de uitgever om het debat te stimuleren. Ja, je was ook uitgesproken D66. Voorzitter van D66 Amsterdam. Inmiddels niet meer, maar toen wel. En, dus ik vond dat belangrijk. Dus daar hadden we één dispuut. En een andere is, denk ik, als je het nu na 3 weken bekijkt, dan zie je dat er een andere dynamiek zit. Tussen iemand die operationeel verantwoordelijk is voor een vennootschap en mensen die daar toezicht op houden. Dat is een andere dynamiek met andere verantwoordelijkheden en andere perspectieven. En ik denk dat je eigenlijk moet constateren, dat is een boeiende governance discussie, dat soort relaties op een x-moment onder druk komen te staan. Gewoon ook op persoonlijk niveau. Dat je wederzijds irritaties krijgt, dat bouwt op en dan komt er een dag en dan is het over. Maar voor jou was het eigenlijk gewoon een stukje business development, wat later geld zou opleveren. En dit is 1,5 jaar geleden. Waarom is dat nou zo'n big deal geworden? 1,5 jaar later. Wat natuurlijk opvallend is en waar veel mensen het ook over hebben, is dat er een grote discrepantie zit tussen wat er is gebeurd en de reactie daarop. Dus het is heel fel en hard gereageerd. Ik denk dat je kunt dit heel erg over de principiële as doen. En de principiële as dat ik de integriteit van het blad Groen Amsterdam in gevaar zou brengen, hebben gebracht hierdoor. Waarom? Door de publicatie van een boek mogelijk te maken? Ja, omdat de schrijver van het boek, de Roy, onderwerp is van een publiek debat. Dus daarmee zou de suggestie kunnen ontstaan dat de Groen Amsterdammer een zakelijke relatie heeft met iemand die ook onderwerp is van publiek debat. Nou, die gedachtenlijn begrijp ik heel goed. Feitelijk was het natuurlijk niet zo, maar ik begrijp hem. En ik begrijp ook dat er mensen voor kiezen om daar dan heel principieel op te reageren. En nogmaals, dat neem ik niemand kwalijk.
Die waren de bestuursleden, een aantal daarvan hadden ook gewoon echt relatie met het Koninklijk Huis. Hè? Die waren in ieder geval bevriend. Ja, er zijn mensen die zeggen dat dat een rol heeft gespeeld. Kijk, het is natuurlijk wel zo, het Koningshuis is een heel gevoelig onderwerp. Dus dan kun je beter, als je uiteindelijk beter uit de buurt blijven. Ik heb nou niet de indruk dat er opdrachten zijn vanuit het Koningshuis om mij ondersteboven te halen helemaal. Nee, maar gewoon, zeg maar, voorkeursgedrag of beschermingsgedrag. Ja, er zijn mensen die het niet leuk vinden als je kritisch bent over de rol van het Koningshuis. Ja, ja. En dat is voor mij geen ideologisch gegeven, dat is een intellectueel gegeven. Ik geloof dat als er ergens macht is, dan hebben we daarover met elkaar te praten. Maar voor jou was het gewoon een piepklein activiteitje in de business development arena. En dat kan dan anderhalf jaar later, blaast dat zichzelf op, terwijl je dat echt niet had verwacht. Nou, jawel, ik had het wel verwacht. Ik wist dat het een heel gevoelig ding was. En ik heb ook willens en wetens, ik heb ook met een aantal mensen afgestemd of dit verstandig was. Het was natuurlijk niet verstandig, maar het was wel nodig. En ik zei ook al eerder tegen iemand, ik heb de enige reden in de tijd om het niet te doen was omdat ik bang zou zijn voor mijn hachie of zo. Nou, dat is geen reden om dingen niet te doen. Dus inhoudelijk sta ik er zeer achter. En ik ben me zeer bewust van de situatie die ik daarmee neerleg bij een bestuur en bij een redactie. Dat begrijp ik heel erg goed. En daar kun je dan op reageren. Dat kun je een mail doen of vrij uitgesproken. En dat hebben ze gedaan, de tweede. Je hebt een hoop geleerd, bladen in de lucht te houden, digitale componenten maken. Wat ga je nu met al deze kennis en ervaring en zeg maar inspiratie doen? Ik moet even nog rustig met mezelf door het bos gaan lopen. Dus een goed gesprek hebben met mezelf. Wat ik wel boeiend vind, er stond naar aanleiding van de nieuwe oplagecijfers in 2013 een heel stuk in de buitenlandse uitgave ook over die toch vrij uitzonderlijke oplagegroei van de Groene Amsterdammer. En ik weet waarom dat zo is. En ik weet dat je een onderscheid moet maken tussen je product en je propositie. En ik zie dat heel veel mediabedrijven de innovatie hebben gezocht in de distributie eigenlijk. Hè? Het ging allemaal over multichanneling. Het gaat over de mate waarin je staat bent om een onontkoombare inhoudelijke propositie te maken voor je lezersgroep. Daar gaat het om. Dat is de groene. De groene is onmisbaar voor de bovengemiddeld nieuwsgierige mens. Als je dat bent en je bent nieuwsgierig en je wil weten, dan moet je de groene hebben. En of je die hem dan digitaal krijgt, dat is helemaal niet interessant. Dus we hebben 1500 betalende digitale abonnementen. Hartstikke goed, niks in de hand. Dus ik geloof dat de uitgeverijen en de mediabedrijven tot de constatering moeten komen dat de strikt feitelijk technische oriëntatie die ze tot nu toe in innovatie hebben gekozen, daar zit het antwoord helemaal niet. Het antwoord zit op ervoor te zorgen dat je inhoudelijke propositie compelling is. En daar is een hoop misgegaan. Dus Nieuwe Revue gaat niet ondersteboven vanwege de crisis en internet. Nee, een Nieuwe Revue gaat ondersteboven omdat het niet in staat is gebleken om ook in deze nieuwe tijd een compelling proposition te maken. Ja, dan gaat het mis. Nou, daar zou je over na moeten denken. Dus is jouw volgende stap 20 bladen tegelijkertijd redden? Ja, ik heb geen idee wat mijn volgende stap is. Dankjewel.